Hoi allemaal, Deborah hier. Hopelijk zitten we niet al te lang meer binnen, maar voor de periode dat we nog eventjes de zaal niet in mogen, heb ik vandaag voor jullie een drietal oefeningen die je makkelijk thuis kunt doen. Het enige wat je nodig hebt is een handdoekje en wat shuttles. We gaan alle oefeningetjes 8 keer herhalen en je kan dan 3 setjes doen van alle oefeningen, dan begin je het wel aardig te voelen. We beginnen met oefening 1, je legt je handdoek op de grond. Je zet je voeten erop en je gaat in een bruggetje liggen. En in dat bruggetje schuif je je voeten naar voren. Zorg ervoor dat je alles mooi aanspant en dat je billen niet op de grond komen. Voor oefening 2 draai je hem precies om. Je voeten nog steeds op het handdoekje. Je gaat in een voorlichtsteun staan en zorg dat je alles goed aanspant. En in die voorlichtsteun ga je voeten naar je toe brengen. Mocht je nou denken bij oefening 2, oh, dat gaat me veel te makkelijk af, ik voel helemaal niks, dan is nog de variatie erop. Het is dezelfde oefening, maar elke keer als je nu naar boven en naar beneden bent gegaan, doe je een push-up in de tussentijd. Dus, we gaan naar boven, naar beneden en push-up. Naar boven, naar beneden en push-up. Dan wordt hij een stuk. De laatste oefening pak je een stuk of 3-4 shuttles en die zet je naast je neer. Probeer dan een positie te vinden met je voeten van de grond, zodat je je buikspieren al een beetje voelt. Ja, branden bijna. En beweeg dan met je romp de shuttles naar de andere kant. En zorg ervoor dat ze rechtop staan. Mocht je nou denken, nou, ik voel nog helemaal niks. Je kan natuurlijk net zo lang doorgaan totdat je het wel begint te voelen. Nou, dit was mijn home workout. Ik heb het zelf al behoorlijk warm gekregen, dus ik wens jullie veel succes en hou nog even vol.